Dit wordt een fishy situation. Dit is de Dark Souls van vissen. Als je nu even... Nee! 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 Yo kijkers, mijn naam is Dante en welkom een nieuwe video van I Am Fish. Vandaag gaan we weer door met de campaign. En zoals we al weten is de campaign van de goudvis voorbij. En nu kunnen we dus een nieuw pad kiezen. Willen we kogelvis? Willen we deze soort diepzeehengelvis? Of willen we dit blauwe ding? De kogelvis. Eigenlijk had ik dit moeten vragen in de vorige video, maar dat ben ik gewoon totaal vergeten. I'm sorry. Nee. Hij wordt toch niet opgepakt door een vogel? Oh nee. Oh nee. Gaat hij het glas breken? Oh! Wat is dat? Oh, hij is zo schattig. Oh, en hij heeft weer een droom dat hij samen is. Dit is zo zielig, mensen. En toen was hij weer terug hier. There's always a light at the end of the tunnel. Je kan het. Oh, jemig. Waar moet ik in hemelsnaam heen? Ik neem aan hier. Oké, control jij iets anders? Nee, volgens mij niet. Kunnen we later dan ook opblazen of niet? Ik heb geen idee, daar zullen we allemaal wel achter komen. Ik moet een beetje om deze objecten manoeuvreren. Oké, laten we niet proberen dood te gaan op het eerste level. Oké. Oké. Oppassen. Hoppa, doei fotoframe, wat staat er? Oh crap, ik heb het niet kunnen zien. Nee. Oké. De game gooit nu al zoveel challenges op me af. No, dit kan je niet maken. Kan ik hier ook tussen vallen? Nee. Here we go. Eerste checkpoint. 3, 2, 1. Oh, zo te zien kon je ook via de andere kant. Dat zag er een stuk makkelijker uit. Here we go. 3, 2, 1. Woep. Boom. Oké, gaan we nu van de trap af? Oh, no way. We gaan nu al... Oké. Hey, dit is een hele snelle escape. Dit is echt een hele snelle escape. Veel sneller dan onze goudvisvriend. Oké, oh, ik vis een staartje zo leuk. No way. Nee, nee. Oh, daar winnen we juist. Oh, ik dacht al... Wow! Oké, what are the odds? Even eerlijk, what are the odds? Ik zou niet zo gauw, zeg maar, een schilderij van een slakkenhuis nemen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Oké, trouwens, we zijn er al bijna. Dit is de voordeur. I'm going out. Goodbye. Oh. Dit is niet open. Hier, zo. En dan kunnen we zo. Ik heb de controls zeker niet gemist. Yes, yes, yes. Freedom, freedom, freedom. Niemand achter ons aan. We're free. We're free. Go, go, go. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Gaan we nu in de sloot? En dan blijf ik liever in deze kom. Ja, gaat breken. Wow. Oh, my. Deze heeft gewoon een special ability. Wat sick. Hier. Kijk, ik kan gewoon opblazen. Dat is best wel tof. Dat is echt heel erg tof. Oké, dus ik had wel gelijk. Ze hebben dus special abilities en daarmee kunnen we dus rollen op het land. Ik denk dat we het best wel vaak gaan gebruiken. Oh, ability. Yo, oké, hier gaan we het dus een beetje oefenen. Woe! Oké, hier weer. Even een mooi sprongetje maken. Even een mooie duik. Hoppa, heerlijk. Kon niet beter. Duik. Woep. Oh, dat is leuk. Oh, nee. Here we go! Oh. Nee, oh. Yes! Ik heb het gevoel dat dit heel erg vaak fout gaat. dat ik het natuurlijk weer niet kan controleren. En dat het gewoon constant fout gaat. Omdat ik niet die bal kan controleren. Ik voorspel dat dat gaat gebeuren in deze video. Oké, hier gaan we rollen. En yes. Oké, dus dit is nog een beetje de introduction van de mechanic. Altijd belanden we op een magische wijze weer in een vissenkom. Oké, wow, dit is echt leuk. And here we go. One last time. Oh, oh, tol. Dat deed pijn. Hier gaan we. Oké. Okay. Oh, home run. Oeh. Dat was een bommetje. Dat was een bommetje. Oh, nee. Dit lijkt op pinbal. Dit lijkt op pinbal. Oh, nee. Oh, je gaat op een gegeven moment echt dood. Je gaat op een gegeven moment dood. Dat wist ik niet. Ik wist niet dat je op een gegeven moment dood ging. Je moet dus op een gegeven... Je moet wel gewoon in water. Oké, okay, we gaan gewoon meteen voor die. Ik hoop niet dat we dood gaan. Ja, we gaan bijna dood. Yes, niet dood. Hier, we gaan straight voor die. Misschien is dat te ver. Dat is te ver, dat is te ver. Yes. Oké. Okay. Yes, we made it. Woehoe.
Wanneer gaan we weer in een vissenkom belanden? Dat vraag ik me af. Oké. Holy moly. Dat was het eerste level. 5 sterren. You're a starfish. Here we go. Yes. Oké, we did it. Dat valt mee. Ik ben er niet heel erg goed in. Maar... zo. Holy moly. Deze kogelvis houdt wel heel erg veel van bommetjes maken. Waar moeten we nu heen? Nee. Oh, ho, ho, ho. Daar ging het bijna fout. Zo. En ja, jeet. Go, rol er langs. Oh, nee, nee, nee. Oeh, bijna dood. I'm dying. Oeh. Ik ben achter één ding gekomen. En dat is dat je volgens mij helemaal geen momentum nodig hebt. Volgens mij kan je gewoon uit stilstand rollen. Dus dat is goed om te weten. Oké, okay. Oh, nu moeten we er langs. I see what you did there. Zo, ja. Hoppa, perfect. Dit kan oprecht niet beter. We speedrunnen dit. Easy 5 star. Dat gaat waarschijnlijk gauw veranderen. Oh. No, ja, ja. Yay, we did it. Oeh. Was dit wel slim? I hope so. Nee. Oh, dat was zo close. Ik wil niet dat hij doodgaat. Dan voel ik zoveel grief. Dat vind ik echt niet leuk. Wow. Wow, ik zou echt niet meer naar mijn vrienden willen, hoor. Die wil toch hier blijven? Dit is toch amazing? Kijk hoe mooi het hier is. Oké, behalve die steen. Die is echt heel low texture. Wat? Dat was niet het plan. Zitten we nu in een boomstronk? Waar komt die stroming vandaan? Oké, wow. Is dat nou vogelpoep? Oh, nee. Oh, nee. Oh, je wordt er waarschijnlijk door een vogel gepakt. Ja, dit wordt hem. Nee. Kunnen we hier aan vastplakken? Nee. Dat had ik echt gehoopt. Dat had ik echt gehoopt. Ben ik gewoon weer dom aan het doen? Hier, ik blijf echt niet plakken, hoor. En ik kan het ook niet duwen. Wat zou dit moeten voorstellen? Moet je hier gewoon letterlijk springen, zodat een vogel je oppakt? Hoe had ik dat moeten ruiken? Ik snap het. We moeten nu gewoon de ability blijven gebruiken hier op de boomstam. No! Almost. 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 Here we go. Woehoe! Nee, bijna. Yo, dat is sick. Tijd sturen. We gaan dood. Holy moly. Dat was zo close. Dat was oprecht zo close. Holy moly. Dit is heel erg leuk. Oké, nog een keer. Yo, perfect. Go, go, go. Go. We gaan... nee. Nee. Heel erg oppassen. Dat is een trap. Je moet echt goed sturen. We're dying. We're dying real quick. Holy moly, dat was close. Oh nee, dit is geen goed teken. Het feit dat de checkpoint daar is, is geen goed teken. Somehow komen we in een nieuwe viskom. Bring it on. Bring it on. No. Hoe zou dat überhaupt moeten werken? Wat? Ik weet niet als je langzamer rolt of ze minder aware worden. Oh, de meter bouwt zich op. De meter bouwt zich op! No! Ze zien me. Hij komt. Hoe close was dat? Vertel me hoe close dat was. Ik weet niet hoe vol die meter kan raken. Oké, we moeten dus gewoon niet te lang... oh. Ja... dat zag ik niet. Dit is mijn faith. Het is sealed. Het is sealed. You have gotta be kidding me. Ah! Kunnen jullie mij vertellen hoe flipping close dit was? Ik had letterlijk alle tegenslag. Mijn glas is letterlijk bijna kapot. Mijn komding. No way, hij is bijna stuk. Nu moeten we gewoon vergaan. Nee, nee, ik... oh.
Doei, vogels! Nee. Oh, dat was close. Hoe kan dit? Hoe moet ik sturen? Oh, you're telling me. Dit gaat me nooit lukken. Oh, I did it. I did it. Here we go. Casual stroll through the park. Oh, nee. Oh, nee. This is something fishy. Huh? Oké, ik wil niet zeggen dat deze de worst is. Misschien is die wel chill. Want nu heb ik geen vogels achter me aan. Maar het kan beter. Het kan veel beter. Oké, moeten we daarheen of hier? Ik weet dan niet wat dat is. Oké, het is echt heel donker. Oh, nee! Ik was er! Mijn lijk is in het water gevallen! Oh, het hoorde zo te gaan. Oh, hij hoorde niet om te vallen. Oh. Oké. Okay. Nou, here we go. Bam, bam. Bam. Wat? Huh? Huh? Ik ben getrold. Waar moet ik zijn? Oh. Oh, ik keek de hele verkeerde kant op. Oh. Dat was echt heel lullig. Huh? Ik was niet in die vissenkom. Ik respawnde weliswaar, maar oké. Okay. Oh ja, ze hebben awareness. Ja, maar hoe kan dit? Hoe kan dit? Ik maak de fout! Ik maak de fout! Shit! Daar hou je heel de tijd de stick en dan gaat hij ineens de andere kant op. Omdat hij natuurlijk collisions heeft met... Ja. Nee! Dit was... Holy moly! Daar kan ik zo boos om worden. Dit is de Dark Souls van vissen. Als je nu... Nee! 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 Dit voelt precies als hoe Dark Souls speelde. Precies. Je voelt je zo verslagen wanneer je verslagen bent. Ik weet niet hoe ik dit ooit ga doen. Ik heb oprecht geen idee. Als ik er nu af word geduwd. Hij komt. Checkpoint. Volgens mij moet je snel blijven gaan. Go. Flipping go. Als ik er nu vanaf word geduwd, word ik gek. Hij heeft één barst. Eén barst. Ze zijn weg. Zo, holy moly. Oh nee, dit is het moeilijkst. Dit is een traptreden. Dat was zo bijna. Ik viel daar zo flipping bijna, zag je dat? We did it! Let's go! Oh, ik ben zo blij. Ja, als dit nu breekt, hè, dan word ik gek. Ja, dit gaat breken. No way. Get me out. Get me out! Kom op, wanneer is de domme level gehaald? Get me out, please. Nee. Was dit de bedoeling? Oh, oké, back in the water. Weg van die domme kom. Ik wil hier niet meer zijn. Kom op, haal me uit dit level. Get me out, get me out. Get me out! Waar is water? Oh, oh, oh. Is dit het? Please tell me this is it. This is it. This has to be. Ik hoor muziek. Woe! Je bent nu wel zo blij aan het kijken, maar... Ik heb gestreden voor jou. Ik heb gestreden voor jou. Hij kijkt nu gewoon een beetje derpy, alsof er niks aan de hand is. Ik snap nu hij niet traumatized is. Dit is hem, right? Licht aan het eind van de tunnel. Kom op. Where's the end? Show me the end, baby. Show me the end. Oh, nee. Ik zie een mens. Dat betekent waarschijnlijk dat dit level nog lang niet voorbij is. Dan kom je waarschijnlijk in nog zo'n domme kom. Dit wordt een fishy situation. Oh, nee. Ik ga toch niet in zijn hengel? Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Dat kan het toch niet zijn? We got a live one. No! Got a bit of a fighter here. Oh, broke the line. Ah, was dat de bedoeling? Een vis die snapt dit waarschijnlijk niet. Maar waarom zou je er nog een keer in lopen? Oké, ik ga mezelf dit keer gewoon laten vangen. Ik ga niet vechten. Reel me in.
Als ik niks doe, dan doe jij letterlijk ook niks. Kom op. Trek me gewoon naar binnen. Was dat hem? Actually, you're a bit of a fighter for such a small fish. A fancy one, too. Is dit hem? I reckon you'll be worth a few quid. Let's put you in here. Bound to find a buyer for you. Ik weet niet echt wat de gedachte hierachter was als je zeg maar één keer bent ingereeld en hij zegt, ah, je vecht niet. Waarom zou je dat dus nog een keer proberen? Je weet al dat je gewoon in de val wordt gelokt. Waarom is het jouw doel, meneer de Pufferfish? Ik heb je zo ver geholpen en dan uiteindelijk verknoei je het. En nu ben je alsnog in de stad. Mensen, smash even die like als jullie deze video van I Am Fish super awesome vonden. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!